De ontwerper van de Surinaamse vlag, Jack Pinas, is vandaag ten grave gedragen. Hij overleed vorige week in het ziekenhuis. Voor de onafhankelijkheid heeft Pinas deelgenomen aan een prijsvraag voor het ontwerpen van een nieuwe Surinaamse vlag. De prijsvraag was uitgeschreven door de toenmalige regering Aaron. Het ontwerp van Pinas werd gekozen. Er zijn echter veranderingen aan dat ontwerp aangebracht, zonder dat hij daarvan op de hoogte werd gesteld. Pinas accepteerde dat niet en beschouwde de vlag niet als zijn ontwerp. Jack Pinas heeft jaren tekenles verzorgd en werkte onder meer samen met Nola Hatterman. Het gebouw van de Christelijke Onderwijzersbond aan de Gemenelandsweg is door hem ontworpen. Hij was ook een van de steunpilaren van de PNR en vakbondsleider. Jack Pinas is 91 jaar oud geworden.